Nou, in zijn algemeenheid is de overheid vooral aan zet wanneer het gaat om het beschikbaar stellen van middelen en het initiëren van zaken. Ik vind dat de overheid geen enkele rol heeft als het gaat om het wat. Ik denk dat de overheid een rol zou kunnen spelen over het hoe. SURF zou in mijn optiek een belangrijke rol kunnen spelen in de zin van coördineren, kennis uitwisselen en vooral komen tot een voor buitenstaanders bruikbare en ook op kwaliteit herkenbare reeks leermiddelen. In Nederland heb je via SURF of via Wikiwijze heb je dus pogingen om dat materiaal bij elkaar te doen en daar meer systematiek en toegankelijkheid in te krijgen. En dat vind ik op zichzelf dus hele goede initiatieven, waarbij ik nog wel zorgen heb over, gaat het nu echt ook werken? En wat moet je doen om te zorgen dat een ander daar zijn materiaal in stopt of dat die eruit haalt, hè? Dat het levend wordt. Want anders heb je een soort dode bak met materiaal en dat kost een hoop werk om het erin te stoppen en niemand kijkt ernaar. Ik denk dat dat we absoluut behoefte hebben aan kennisdeling over de instellingen heen. Dus er is een special interest group gevormd van een aantal specialisten op dit gebied. Nou, dat is die hebben een plek binnen de SURF-organisatie. En ik denk dat het heel goed is dat SURF als nationale instelling om het ICT-stimulerend hoger onderwijs hier ook weer een hele belangrijke rol vervult.